Tegenwoordig is een winkelstraat een allegaartje van gevelreclames en lichtbakken. Op die manier wil de ondernemer opvallen. Maar hoe deed een winkelier dat vroeger eigenlijk? Tegenwoordig hebben we stratenboekjes, stadsplattegronden en huizennummers. Maar vroeger waren die er niet. Het merendeel van de mensen kon namelijk niet lezen of schrijven. Maar hoe deed je dat dan zo'n 400 jaar geleden? Je wilde toch weten waar je was en wat waar werd verkocht. Nou, door het plaatsen van gevelstenen. Hier zie je rechts dat een klant stof koopt. En links zie je het personeel de stof uit de ton halen en in een kist stoppen. Een linnenpakkerij dus, zeg maar een stoffenwinkel. En daarvoor dan, want tot de 16e eeuw waren de meeste huizen van hout. Ah man, dat is heel simpel. We staken gewoon een stok naar buiten met onze kookwaar. Kookwaar! Na de grote stadsbrand in 1576 besloot het stadsbestuur dat bij de herbouw alles in het vervolg van steen moest worden gebouwd. Om zo een dergelijke catastrofe te voorkomen. Vanaf dat moment kon men dus gaan werken met gevelstenen. De gevelsteen werd je visitekaartje. Een van de oudste bewaarde visitekaartjes in Haarlem vinden we hier aan de Antoniestraat nummer 37. Geen winkel, maar de adressering voor een woonhuis. Want zoals de winkeliers hun winkel aanduiden, zo deden bewoners dat ook. En deze familie heeft gekozen voor een Bijbels plaatje. Want daar zien we Sint Joris en daaronder de draak die hem aanvalt. Dus wanneer je wilde vertellen waar je woonde, dan zei je ik woon in de Antoniestraat. In het huis met de gevelsteen Sint Joris en de draak. En zo plaatste Olivier de Wolf in 1692 zijn naam boven de deur, de Jonge Wolf. In de Drie Roggebroden. Nou, dat was dus een bakker. Nee, dat was geen bakker. Niet? Wacht even hoor. Sorry, René. Oh ja, wacht. Het verhaal gaat dat tijdens het Spaans beleg in 1572... dat de stad compleet uitgehongerd was. Er liep geen levende hond meer op straat, want die waren allemaal opgegeten. En de bewoner had zo'n honger dat hij zijn huis heeft omgeruild voor drie roggebroden. Ja, dat is niet echt een bakker dus, hè? Nee. In het Frans Hals Museum is goed te zien dat veel mensen nog niet konden lezen of schrijven. Binnen hangt een 17e eeuwse gevelsteen waarop een klapperboom staat afgebeeld. Ofwel een kokosboom. Maar als je goed kijkt, heeft de beeldhouwer wel een paar foutjes gemaakt. Om te beginnen bij de afbeelding. Hij heeft er namelijk trosjes afgebeeld. Dus het is eigenlijk een dadelpalm. En bij de tekst moet hier natuurlijk een R staan. En er mist een tweede E. Je kunt je voorstellen hoe Haarlem er heeft uitgezien in de 17e eeuw. Bijna elk huis had een gevelsteen. De een nog mooier dan de ander. Haarlem telde er zeker 1000. Napoleon vond de gevelstenen niet duidelijk genoeg en voerde in 1796 de huisnummers in. En toen waren de versieringen niet meer nodig. Ze werden verwaarloosd of weggegooid. Nu zijn er nog maar 100 over, waarvan er 60 nog op de originele plek te vinden zijn. Stichting Geveltekens Haarlem maakt zich daarom hard voor het behoud, restauratie en terugplaatsing van gevelstenen in Haarlem. En in de Hagenstraat zie je daarvan een mooi voorbeeld, want in dit pand zitten twee gevelstenen van een bakker. Ja, stel voor hoor, die dames, maar die voeten in dat meel. Dus de gevelstenen raakten uit de gratie. Maar hoe maakte je dan reclame voor je winkel? Je plaatst er een houten bord boven de winkelpui, zoals hier te zien is boven deze kapperszaak in de Kleine Houtstraat. Hier zat een nikkelwinkel en daar kon je huishoudelijke artikelen kopen. Had je meer geld, dan liet je je handel in glas in lood uitdrukken. Of je huurde een reclameschilder in. Dat was tussen de jaren 30 en 60 een trend. Maar van beide uitingen zijn de meeste verdwenen. Op een paar na. Zoals hier aan de Pakenesse Gracht, een zeilmakerij. Of de melkboer. Een lampenwinkel. En de aardappelboer. En een voorbeeld van een bedrijf die hier echt werk van heeft gemaakt is de Algemene Levensverzekeringsmaatschappij aan Spaarne. Aan weerszijden hebben ze indrukwekkende tegeltoploos gerealiseerd. En ook de voorkant van het pad is rijkelijk behangen. Dus echt een indrukwekkende entree.
De meeste gevelstenen hebben de moderne tijd dus niet gehaald. Maar er zijn gelukkig ook nu nog bewoners die hun visitekaartje op fraaie wijze in de gevel plaatsen. In plaats van zo'n naambordje. Zoals deze bekende Haarlemse sportverslaggever. Ja, inderdaad erg mooi en origineel. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag ik zo zeggen.